Ja, John, sinds de aanslag op Peter hebben we jou niet meer gezien. Sinds vorige week ben je weer aan het werk gegaan. Ja. Hoe is het nu met jou? Nou ja, kijk, wat ik eigenlijk net ook al zei. Ik vind het fijn om weer aan het werk te gaan, om weer aan het werk te zijn. Maar er hangt nog steeds een grote wolk en een schaduw overheen. En ja, de glans is daar ook wel een beetje vanaf. En ik hoop dat dat wel weer terug gaat komen. Ik heb er ook wel vertrouwen in. Maar het is een hele inktzwarte zomer geweest. Ik heb bewust ook best wel een tijdje de luwte gezocht. Je zit vol verdriet, vol van boosheid. Je bent je ook aan het bezinnen van hoe nu verder met de toekomst. Het is nog steeds heftig. Ik kan ook niet naar die beelden kijken. Ik denk dat niemand daar naar wil kijken. Heel veel mensen die ik spreek zeggen ook dat ze eigenlijk niet kunnen bevatten dat Peter er niet meer is. Ja, dat begrijp ik heel goed en dat heb ik zelf ook. Ik weet nog, toen het net gebeurde, kreeg ik al heel snel een van die filmpjes op mijn telefoon. En dat was afschuwelijk, maar aan de andere kant ben ik misschien, dat klinkt misschien raar, nog blij dat ik het gezien heb, dat het gewoon in kan dalen. Dat wat je vreesde, dat ook is gebeurd. En dat je dat op een of andere manier kan plaatsen. Maar het echt bevatten, dat is nog steeds heel moeilijk. Als je uiteindelijk, nu dat we 2 maanden verder zijn, misschien is dat iets voor veel later, maar als je moet zeggen wat de impact van de moord op Peter op jouw leven is nu, wat is dat? Feitelijk niet zo heel veel, want ik werd natuurlijk al redelijk zwaar beveiligd. Mijn gezin werd zwaar beveiligd. En de dreiging is niet minder geworden. Maar eigenlijk was de dreiging al heel hoog. Dus op dat gebied is er niet heel veel veranderd. Mm-hmm. Het is meer veel van hetzelfde. Maar je realiseert je nog meer dan voor die tijd wat de risico's zijn. En eigenlijk, dat heeft absoluut een rol gespeeld. Waarom het zoveel impact ook op mij heeft gehad, is dat je eigenlijk een beetje ziet gebeuren waar je voor jezelf ook bang voor bent geweest. Of in ieder geval rekening mee hebt gehouden. Mm-hmm. Bang is een verkeerd woord, want ja, het klinkt misschien heel gek, maar ondanks alles wat er gebeurd is, leef ik nog steeds niet in angst. Althans, dat probeer ik niet te doen. En dat... Je leeft niet in angst? Nee, dat klinkt misschien heel gek. Ik kan me daar niks bij voorstellen. Ja, maar toch, ik heb vertrouwen in de mensen die zorgen of die bijdragen aan mijn veiligheid. En het is dus niet zo dat ik met knikkende knieën door het leven ga en voortdurend over mijn schouder kijk. Nee, integendeel. Ik heb daar vertrouwen in en dat geeft mij ook wel gewoon de kracht om door te gaan. En daarom ben ik ook zo blij met de mensen die dat allemaal voor mij over hebben. Ja,